Eerst was van nou, je komt binnen op je werk en de rest moet je maar buiten laten. Je ziet dat organisaties veel meer beseffen dat als jij thuis een situatie hebt, is die natuurlijk van invloed op het werk. Het is niet je loopt door die deur en het is verdwenen. Dus je ziet ook dat organisaties aan de slag gaan met mensen die financiële problemen hebben, mensen die misschien rouwen enzovoort. Dus je ziet dat het buiten ook veel meer binnenkomt en dat mensen veel meer als geheel worden gezien en niet meer oké, nu ben je binnen. Nu ben je die werknemer en we bekommeren ons alleen daarom. Dat het dus juist ook op die manier ook het positief kan beïnvloeden. Als jij als werkgever, als teamleider beter weet hoe het met jouw mensen gaat, mm-hmm. ook privé, kun je ook op een goede manier kun je ook voor zorgen dat ze ook op werk meer kunnen floreren.